Bloemen en planten zijn impulsproducten. Daarom is het van groot belang dat het schap er altijd aantrekkelijk uitziet. Mensen moeten immers verleid worden tot aankoop. In deze les laten we je zien hoe je ervoor kunt zorgen dat de producten er altijd aantrekkelijk bij staan in het schap. Na verloop van tijd kan het schap een rommelige indruk gaan maken. Controleer regelmatig of het schap er nog goed bij staat. Maak van halve emmers met tulpen weer mooie, volle emmers. Een presentatie met half gevulde emmers ziet er al snel rommelig en onverzorgd uit. Haal daarna de lege emmers weg en vul het schap bij. Als je het schap aanvult met verse tulpen, zorg er dan voor dat de tulpen die al in het schap staan, bovenaan of vooraan staan, afhankelijk van het presentatiemeubel. Let bij het plaatsen goed op dat je de tulpen eronder niet beschadigt. Vul het schap beneden of achterin aan met verse tulpen. Je wilt immers dat eerst de tulpen verkocht worden die al langer in de winkel staan. First in, first out. Gedurende de dag worden de bossen tulpen regelmatig uit de emmers gehaald en weer teruggezet door winkelend publiek. Zorg er regelmatig voor dat de bossen netjes in de emmer staan, met zoveel mogelijk de etiketten naar voren. Haal te rijpe tulpen uit de presentatie. Controleer of de bloemen en het blad niet te veel beschadigd zijn. De beschadiging die je hier ziet zal alleen nog maar erger worden en kun je beter uit het schap halen. Trek waar nodig de hoezen weer netjes recht om de bos heen. Dit is beter voor de presentatie en beschermt de bloemen. Ook deze tulpen zijn duidelijk te rijp, waardoor de consument er thuis veel te kort plezier aan zal beleven. Door watergebrek kunnen tulpen slap gaan hangen. Deze kun je beter uit het schap halen totdat ze weer stevig zijn nadat het water is bijgevuld. Plaats tulpen zo snel mogelijk weer goed in de emmer om slappe tulpen te voorkomen. Helaas zal door onvoorzichtig handelen van de consument er ook sprake zijn van breuk. Ook deze bossen verwijder je uit het schap. Tot slot schik je de tulpen netjes in de emmers, zodat ze weer netjes rechtop staan. Controleer elke dag of het waterniveau nog op peil is. Tulpen gebruiken immers flink wat water. Circa 3 centimeter water is goed. Bijvullen doe je met vers, koud kraanwater en nooit met water uit andere emmers. Houd de vloer rondom het schap schoon en droog. Onderschat niet het effect van een positieve houding van het personeel. Het versterkt de uitstraling van de afdeling en is bovendien bevorderlijk voor de verkoopresultaten. In de bijlagen van deze cursus vind je een aantal verzorgingstips voor consumenten. In deze les heb je geleerd dat een betere en verzorgde presentatie leidt tot minder derving, meer verkoop en een tevreden consument. Controleer daarom regelmatig of het schap er nog goed bij staat. Maak van halve emmers volle emmers, haal inferieure bossen eruit en controleer elke dag het waterpeil.